Ondertussen is Marie José, bijgestaan door Marley en zus Marion, aangekomen bij het OLVG West. Aangezien haar vliezen al gebroken zijn, zal ze hier ingeleid worden. Dat wil zeggen dat de bevalling kunstmatig op gang wordt gebracht. Zo, is het toevallig dezelfde kamer als de vorige keer, of niet? Nee, toen sliep ik, of toen ben ik in de eerste bevallen. Okay. Al in hetzelfde rijtje, de eerste. Ja, maar misschien krijg je wel dezelfde zuster. Ik had met mijn bevalling de tweede keer dezelfde verpleegster. Oh ja? Te grappig. Marie-José wil het liefst weeënopwekkers. Maar dat mag alleen als er een ontsluiting van 3 centimeter is. Anders moet er eerst een zogenaamde ballon geplaatst worden die de baarmoedermond week maakt. Spannend? Nee. Nee? Niet in groep? Nee. Nee. Nou, nee. Het enige wat onduidelijk is, is of we nou wel of niet de ballon gaan doen. Oké. Okay. Dus dat is wel een dingetje waarvan ik denk, wat gaan we doen? Ja. Dat durf ik je ook nog niet te zeggen. De verloskundige gaat het beoordelen wat we gaan doen. Ja. Zij moet nu een hartfilmpje laten maken van haar babytje om te kijken in welke conditie ze is. En dan over een half uurtje, dan wordt de grote vraag beantwoord. Krijgt zij weeënopwekkers of een ballon? En haar voorkeur is wel echt gewoon weeënopwekkers, omdat met een ballon dan kan het alsnog super lang duren. Weet je wat je gaat krijgen? Meisje. Meisje. Nou, even zoeken. Dan gaan we dus even kijken of er ook al wat ontsluiting is. Dus of je lijf eigenlijk zelf al een beetje zich heeft voorbereid op de bevalling. En dan hangt daarvan af wat het plan gaat worden voor vandaag. Dus wat we dan doen is eerst een inwendig onderzoek. En dan kan ik je vertellen hoe het ervoor staat. En dan kunnen we bespreken wat de beste optie voor je is. Ja? Nou, dan gaan wij wel eventjes naar buiten. Ja? Kunnen jullie... Zien we jullie zo? Ja, zeker. Voor dit inwendig onderzoek wacht Marley op verzoek buiten. Want Marie-José is gespannen voor de uitslag. Wordt het een ballon? Of mogen de weeënopwekkers al ingezet worden? Het is gelukt. Ja? En? Toch die ballon? Nee! Oh. Ja. Oké. Maar het was een beetje wel twijfel. Dus het zal sneller zijn werking hebben, denk ik. Oké. Je had al 1 centimeter in ieder geval. Ja, oké. Het is al, ook al zacht aan het worden van zichzelf. Dus ik denk door die druk van die ballon dat het ook zich makkelijk laat opbrekken. Dus wat dat betreft een goede uitgangspositie. Ja. Goed zo. Ja. Dus geduld. Ja. En dan checken we het vanmiddag nog een keer. Oké. Ja? Yes. In Bevallen Met loopt Marley mee met Marie-José, die hopelijk vandaag gaat bevallen. Ze is ingeleid met een ballonnetje en het wachten is op de start van de weeën. Monica loopt mee in de verloskundige praktijk De Vroedschap. Hoi. Hoi. En ontmoet een heel jong stel dat hun eerste kindje verwacht. Het zijn spannende dagen nu, hè? Je gaat elke avond naar bed met het idee van gaat er vannacht wat beginnen. En 's ochtends word je wakker en dan denk ik, nou, maar we zien wat de dag ons brengt. Ja. Vind jij spannend ook? Ja, zeker. Ja? Je weet natuurlijk niet echt wat je moet verwachten. Nee, het is natuurlijk nieuw. Ja, weinig verwachting eigenlijk. Nee. Nou, heel spannend. Hoe oud zijn jullie? Ik ben nu 18. Oh, 18. Oh, dat is wel jong. En ik ben 22. Was het gepland? Nee. Oké, maar wel gewoon gelijk meteen helemaal welkom en... Wel natuurlijk over nagedacht, afwegingen gemaakt. Van kun je het op het moment, hoe financieel gezien ook, dat je wel gewoon je kind het beste kunnen bieden. Ja. Maar Maar wel een goede zwangerschap gehad, toch? Jawel, ja. Eigenlijk geen problemen of zo gehad, misselijkheid niet. Nee, daar zou ik wel geluk mee. Ja. Helemaal voorbereid. Ja, op zich wel. Het enige wat ik echt graag wou was in een bad bevallen. Ja. Voor de rest heb ik eigenlijk... Zo heb je dat bedacht? Wat denk je dat er fijn aan is? Lijkt me gewoon heel fijn om de weeën daarin op te vangen. Ja. Ik vind het sowieso warm altijd wel erg prettig als ik pijn heb. Dus dan... Ik kan alleen maar beamen dat het een goed plan is. Eigenlijk, ik had best wel veel pijn. Op een gegeven moment zat ik in bad en... Nou, ik kon ineens weer kletsen en ik zat grapjes te maken met verloskundigen. En Lars zat een voetbalwedstrijd te kijken en ik zat lekker mee te kijken. En op een gegeven moment zei de verloskundige ook echt tegen van... Nou, als er nu niks gaat gebeuren, dan ga je denk ik niet vanavond bevallen. Maar het hielp voor mij wel echt om me gewoon te kunnen ontspannen. Ja. Nee, fijn is dat. Ja. Ingmar, student bedrijfskunde, en Manon, student maatschappelijk werk, zijn zo'n 3 jaar bij elkaar. Nu ze samen een kind verwachten, zijn ze gaan samenwonen. Klein stukje nog en dan zit het echt helemaal tot aan je ribben, hè? Ja, klopt. Ik voel soms ook echt dat voetje in de ribben, dat het
voelt niet fijn. Als je zo gaat staan. Ja. En je plaatst hier je handen. Ja. Als je wiebelt met je handen links, rechts, dan voel je echt een bolletje. Oh, ik voel het gewoon echt, ja. Oh, ja. Dat is echt bizar, zo bizar. Hoe dichtbij dat voelt, hè? Ja, dit is gewoon, er zit hier gewoon een babytje. Er zit echt een babytje in. Oh. Je voelt ook dat helemaal niet beweegt, dat hoofdje. Nee, dat dus zit gewoon echt in. Dat zit echt ingedaald. Het zit helemaal vast. Kijk, ik kan je nog wel even laten zien hoe dit kindje in de buik ligt. Maar jullie kindje is wel iets groter dan dit. Dat kopje, dat zit mooi ingedaald. En dat ruggetje ligt nu aan de linkerkant. We kijken altijd vanuit de moeder. Dat is een beetje het idee. Leuk. Ja. We gaan naar het hartje luisteren. Wil jij het proberen? Ja. Ja. Okay. Hier ongeveer. Ja, daar of ietsje naar links toe. Andere links. Oh, vanuit de moeder. Vanuit de mama. Ja. Zie, nou luister je echt tussen de schouderbladen en dan hoor je het hartje heel mooi duidelijk. Hartslag is ongeveer 130 slagen per minuut en dat is keurig. Dat hoort tussen 120 en 160 slagen in te zitten. Ja, keurig. Dat kraakt, hè? Ja. Nou, hartstikke goed gekeurd. Het ligt er goed klaar voor en we wachten het weer af. Ja. Ja. Ik vond hun heel erg lekker kalm en het zou ook juist kunnen zijn dat als je op een jonge leeftijd zwanger raakt, dat je er dan heel erg van in de stress raakt en wat moet ik allemaal verwachten. Maar bij hun was het eigenlijk helemaal de andere kant op en zij stonden er echt in van, we kunnen van alles voorbereiden, maar we zien het wel. Gewoon heel nuchter, vond ik heel chill. In het OLVG West in Amsterdam wacht Marie-José geduldig op de komst van de eerste weeën. Ze krijgt steun van haar zus en van Marley, maar de belangrijkste persoon is er niet bij. Haar man is 3 maanden geleden verongelukt. En hoe heeft hij het een huwelijk gedaan? Ja, ook wel weer heel bijzonder. Dat was op Curaçao. Goed. Ja, dat is natuurlijk sowieso al goed. En omdat mijn ouders overleden zijn, had hij een brief geschreven aan mijn vader gericht. Oh, wauw. Waarin hij om toestemming vroeg. En is dit dan je trouwring? Nou, dit is mijn verlovingsring. Mm-hmm. En dit is mijn trouwring. En zijn trouwring? Die is nu thuis. Ja. En die komt nog hier. Ja. En dan daartussenin een dingetje met as erin. Wat gaan we nog doen? Je voelt aan alle kanten dat hij erbij is vandaag en het gemis. Maar je merkt ook heel erg dat je er ook niet te veel over wil praten. Omdat je wil gewoon dat het vandaag ook gewoon een hele mooie dag is. En niet dat ze er al super beladen in gaat. Dus ik hoop gewoon echt dat deze bevalling gewoon lekker snel gaat en gewoon vlekloos verloopt. Dat gun je haar gewoon. Het is inmiddels 6 uur later na het inbrengen van het ballonnetje. En de verloskundige komt checken hoe ver de ontsluiting is gevorderd. Nu vindt Marie-José het wel fijn als Marley erbij blijft. Maar nog iets naar onder als het gaat. Ja, prima. Nou, probeer eerst maar even weer te ontspannen. Ja. Ja, mag ik je aanraken? Voel je mijn vingers. Gaat dit? Ja. Je hebt wel echt meer ontsluiting gekregen. Yes. Hij is ook nog niet helemaal eruit gekomen. Niet oké, ja, sorry. Hij is gewoon echt nog net niet ver genoeg. We kunnen met die weeopwekker starten, dat we de stap ook op die manier kunnen zetten. Ja, ik weet niet wat beter is, wat sneller werk. Ja, jouw wens is vooral snel. Ja. Oké, dan laat ik hem nog zitten. En dan zou ik wel het advies geven aan mijn collega's om hem vanavond nog een keer te checken. Zullen we zeggen 7 uur, 8 uur, zoiets, ja, nog een keer te checken? Voel je nu? Baal je heel erg? Of? Nee, op zich valt het ook al mee. Je moet het ook gewoon loslaten. Ja. Dus gewoon afwachten.